Goeiedag kijkers, welkom bij onze nieuwe aflevering van ons TVM-programma Zeg het maar. Een fotograaf, iemand die leuke en of minder leuke momenten vastlegt. Vandaag in de huiskamer, iemand die niet onbekend is binnen onze samenleving en in de wereld. Ja, u heeft het door, vandaag in de huiskamer, Rahul Nijhorst. Welkom meneer Rahul. Dankjewel, fijn hier te zijn. Dankjewel om vandaag aanwezig te zijn. Geen onbekende binnen onze samenleving en Nederland en nog meer landen waar u allemaal heeft geshoot. We komen op uw passie en uw werk zo meteen. We willen eerst weten, wie is meneer Rahul Nijhorst? Zo, wie ben ik? Hè? Dat is een hele interessante vraag. Ja, ik ben eigenlijk in dagelijks leven fotograaf. Ik maak foto's, mensenfotograaf noem ik het altijd, want ik fotografeer mensen. En dan kan je in verschillende mogelijke manieren. In de basis doe ik heel veel studiofotografie, dus in de main core business ben ik studiofotograaf. Maar ik doe bijvoorbeeld bruiloften, weet je, Bian en Nika, maar ook evenementen, en moeren, weet je. Dus eigenlijk van alles fotograferen, maar ik doe eigenlijk het meeste studiofotografie. En verder in de dagelijks ben ik vader, ik heb 2 kinderen en geboren en getogen in Suriname. Tot mijn 18e hier gewoond, ben hier naar school gegaan, tot nog een jaartje ADEC gedaan. En daarom ben ik naar Nederland te gaan om te studeren. En daar ben ik natuurkunde gaan studeren. Maar tijdens mijn studie natuurkunde kwam ik aanraken met de fotografie. En nu ben ik fotograaf. Ja. Oké. Okay. En als we het kunnen hebben over je jeugd. Dat is een geboren getogen Surinamer. Mm-hmm. Natuurlijk cultuurwisseling als u gaat naar Nederland. Mm-hmm. Maar daar was je natuurlijk ook een tien. Ja. Maar als u uw jeugdjaren zou kunnen beschrijven, hoe waren die? Hoe waren mijn jeugdjaren? Ja, het is, ik heb mooie herinneringen aan mijn jeugd. Ik heb in mijn jeugd ook diverse scholen gehad. En dan zou je denken van, ben je ook die boy geweest? Maar die viel eigenlijk mee, omdat ik dus onverdeeld jaren ben, van februari. Toen heeft mijn moeder me dus eerst een of twee jaartjes naar de Melwai school gestuurd, om dus eerder naar school te kunnen. Toen ben ik daarna naar de Polanen school gegaan om gewoon een openbare school. Dus heb ik altijd met mijn lagere school zijn er al 2 scholen geweest. Daarna ben ik naar de Paulusschool geweest in de stad. Dat bleek te ver te zijn, want we woonden op uitvlucht. Dus toen ben ik na een jaartje weer naar de Christus school gegaan. Dus ben ik weer 2 scholen. Dus ik heb eigenlijk heel veel scholen gehad. Maar goed, dus dat is over de school. Ik heb verder badminton gespeeld. Aan toernooien gedaan. Ook op hoog niveau, op landelijk niveau deed ik heel veel toernooien. Hoe was mijn jeugd verder? Nou, ik heb eigenlijk leuke dingen gedaan. Het was eigenlijk vooral de school, badminton en met vrienden. Okay. Als ik daar terug ben. Als we zouden denken aan die ene motto die in het leven voortbrengt. Meestal hebben we altijd zo'n motto dat wanneer we opstaan is dat mijn motto. En dat brengt me door de dag heen. Wat is uw motto in life? Dat is een hele goede vraag. Ik heb daar eigenlijk niet over nagedacht. Ik denk dat ik gewoon vooral van het leven, ik wil vooral positiviteit uitstralen. Ik vind dat, wat voor mij heel belangrijk is dat, je leeft maar 1 keer. Of eigenlijk zeggen ze hebben het over YOLO altijd, maar eigenlijk is het, je gaat maar 1 keer dood. Je moet gewoon elke dag leven. Dus ik denk dat mijn motto van het leven is vooral gewoon genieten. Haal het beste, haal zoveel mogelijk uit het leven. En wat ik ook belangrijk vind, maar dat heb ik in mijn hele zijn, ik vind dat je altijd respect moet hebben naar anderen en anderen ook in de waarde moeten laten. Ik merk dat heel veel mensen zich vaak beter willen voelen dan anderen. En maar ik vind, we zijn allemaal mensen en niet omdat iemand een andere achtergrond heeft, een andere huiskleur of een andere cultuur, weet je, of whatever. Exactly. Ja, dus ik vind dat we zijn allemaal één ras of één menselijke soort. En daar moeten we gewoon, vooral voor mij heel belangrijk is gewoon positiviteit. Ik denk dat het is. Maar het is een goede vraag die je hebt gesteld. Ik moet er eigenlijk wat. Ik word nu mee overvallen, dus ik moet er goed over nadenken. Maar dat is het antwoord dat ik denk ik nu. Oké. Meestal in het leven hebben we altijd iets dat een klap in het gezicht slaat. Ja. Net waarbij we denken van 1, ik groei eruit. Of 2, het is een van de dingen waarbij ik denk van dat was een setback voor mij. Dit programma is eigenlijk voor jongeren waarbij zij gemotiveerd raken. Mm-hmm. Had u zoiets, zo'n setback of zoiets dat klap in uw gezicht heeft geslagen in het leven waarbij u dacht van, hé, dat was het voor mij en dat heeft eigenlijk geholpen dat ik vandaag gewoon die Rahul Nijhorst ben? Nou kijk, ik geloof heel erg in oplossingen. Dus ik ben eigenlijk een verschrikkelijk oplossingsgericht denkend persoon en dat heb ik
Heb ik altijd al gehad, maar dat werd ook zeker tijdens mijn studie natuurlijk een beetje, daar leer je altijd in oplossingen denken. Dus met die klappen, natuurlijk zijn er tegenslagen, maar in plaats van bij de pakken neer te zitten, dan denk ik van, ah shit, weet je, dit is gebeurd, wat nu? Dan denk ik gelijk, oké, nee, hoe gaan we dit oplossen? Gelijk, weet je, ja, in oplossing. Heel recent voorbeeld. Mijn moeder zwaar auto heeft problemen, dus ik kom op weg naar hier naar het interview, auto ging stuk. Gelijk oplossingen denken, we hebben een andere auto geregeld. Weet je, het is niet van bij de pakken neerzetten, oké, hoe gaan we het maar oplossen, hoe gaan we schakelen? Dat vind ik eigenlijk, weet je, je moet dingen die in je leven gebeuren, ik denk dat jongeren daarvan mee moeten omgaan, dat je dus niet bij de pakken neer moet zitten, maar moet gaan denken van, oké, hoe kunnen we dit oplossen? En zo heb ik dus, ja, ik denk dat ik dagelijks dingen meemaak. Weet je, bijvoorbeeld, ik heb een eigen studio, maar dan, ik heb verschillende ruimtes gehad in Nederland met mijn studio. En dan bijvoorbeeld, dan hoor ik dat ik er de ruimte uit moet, dan gaan er woningen van maken. Dus dan heb ik er en ga denken, ah, weet je, ah, jammer, ik moet eruit. Of je denkt, oké, wat gaan we doen, hoe gaan we het oplossen? Maar ook elke keer als ik hier in Suriname kom shooten, elke keer zijn er weer dingen. Dan, weet je, dan is bijvoorbeeld iets stuk, of iets is weer anders, of dit is niet goed. En dan ga ik al proberen om op te lossen. En niet gaan denken van, oké, wat nu? Ik heb een probleem. Nee, oplossen. Ja. Dus, okay. Ja. Komen bij uw schooljaar. Mm-hmm. U zegt het zelf, uw laatste genoten onderwijs is natuurkunde geweest. Mm-hmm. Als u terug zou moeten denken, wat was het leukste dat u ooit eens heeft gedaan op school? Ik kan niet alles vertellen. Ik zei het leuk. Ik heb niet gezegd het stoot. Maar stoten dingen kunnen leuk zijn, toch? wat is het leukste wat ik heb gedaan? Is dat een goede vraag hoor. wat is het leukste wat ik heb gedaan? Ja, er zijn zoveel. Ja, om één ding te noemen. Kijk, je hebt het natuurlijk over een heel... Ja, hoe lang gaat de mensen naar school gemiddeld? Misschien 15 jaar of 18 jaar of 20 jaar, ik weet niet hoeveel jaar. Ja, ik denk dat er verschillende dingen zijn. Bijvoorbeeld de ontgroening vond ik grappig. De ontgroening die je hebt meegemaakt. Ja, wat is er nog meer leuk geweest? Er moet wel iets zijn, toch? Ja, het kan niet zo zijn dat ik dat zo weg geweest en er niet zo was dat leuk was. Nee, nee. Ja, maar ik moet wel verklappen dat ik wel echt een beetje een nerdje was op school. Oké. Okay. Dus ik heb, die was natuurlijk relatief, ik zat 14 was ik toen ik op de Amst zat. Mm-hmm. Dus ik zat eigenlijk altijd met kinderen die, of medeleerlingen die een stuk ouder waren. Dus was ik 14 en de meeste waren 15 of 16 jaar oud. Weet je, dus je zit, ik was niet zo'n studiebol, want dat was wel eigenlijk afwijken. Want meestal was mensen, want ik was goed met natuur en wiskunde. Mm-hmm. En meestal zijn de mensen die goed zijn met wiskunde en natuurkunde, die halen ook gewoon, alle cijfers zijn goed. Maar ik had bijvoorbeeld, laten we zeggen, een 10 en 9 voor wiskunde en natuur. En dan een 4 voor geschiedenis of zo. Mm-hmm. Weet je, omdat ik was echt lui. Dus ik hield echt gewoon van. En daarom zei ik, maar daarom zei ik, je moet kijken wat ik ga zeggen. Dus wat je zei, inderdaad, niet de stoute dingen. Maar ik heb denk ik gewoon leuke dingen gedaan op school. Ik heb wel voor gezorgd. Dus ik wil niet hiermee een verkeerd signaal geven. Je moet wel je best blijven doen. Maar ik ben netjes overgegaan. Maar ik was gewoon wat luier. Maar dat was gewoon omdat ik. En misschien moet ik er achteraf spijt van hebben, omdat het gewoon makkelijk ging, weet je. Dus de exacte vakken gingen goed, de leervakken uiteindelijk ook gewoon goed. Maar uiteindelijk, dus toen ik op de Amst zat, toen heb ik dus ook echt alleen maar voor de exacte vakken, weet je. Dus alleen wist, natuur, scheikunde, heb ik eigenlijk leervakken dus wel links laten liggen. Wat was leuk? Alles was leuk. Laten we het gewoon daarop houden. Gewoon, weet je, met je medeleerlingen leuke dingen doen. Wat ik zei, ontgroening was leuk. Maar ook, ik heb ook aan de natuurkundepiade meegedaan. Weet je, de voorrondes meegedaan. Dat was heel erg leuk. Dus nee, het was gewoon school. Was gewoon een leuke tijd. Oké. Okay. Ja. Meestal als we naar school gaan, en dan begint het meestal bij Milo, bij sommigen wat eerder. Mm-hmm. Of bij sommigen bij de middelbare school. Is het meestal zo dat we beginnen met een job, want je wil niet iedere keer, maar mag ik help? Ja, dat is toch? Nee, maar ja, maar stil. Ja. Het is niet altijd dat we naar ons moeder willen, nee. Dus we gaan altijd een bijbaantje doen, of je noemt het maar op. En dat is soms ons eerste job die we doen in ons leven. Dat is het eerste wat je nadenkt. Ja. Wanneer je nu een job hebt en je denkt van, ik heb dat eens ooit gedaan. Mm-hmm. Wat is uw eerste job geweest? Ja, mooie vraag, die ik nog niet eerder gehad. Ik had een vakantiejob, dat was bij Remy was het. Mm-hmm. Ik weet niet of het toch bestaat. En gereden aan de steenbakkerijstraat. En daar was ik een verkoopmedewerker. En ik was, denk 12 of zo. Ja. Nou, was het een vakantiejob? Vakantiejob. Het was een vakantiejob. Oké, okay. Oh ja, je bedoelt echte werk? Job. Oh, echte job. Maar dat was uw eerste doel? Een vakantiejob was uw eerste? Ja, dat was mijn eerste. Want die heeft ontvangen, toch? Ja, ik heb inderdaad geld gehad. Ja. Maar als je echt kijkt naar een echte job. Even denken, ik heb voordat ik naar Nederland ging.
om te studeren, heb ik hier de opleiding bij Torarica gedaan tot weter. Mm-hmm. En voor mij kreeg je daarvoor betaald, dus hou me dat ten goede. En ik heb ook een dagje croupier gedaan bij een van die casino's, weet je, om croupier te worden. Mm-hmm. Maar toen vond ik het te veel. Je moest heel snel, weet je, moest je stapels maken van die coins en die dingen. Dus ik weet niet of we daar ook voor betaald kregen, maar... Als ik kijk in Surinaamse job, die vakantiejob. En ik heb ook een keer in een van de computerbedrijven gewerkt. Maar in Nederland was mijn eerste job, heb ik in de horeca gewerkt. Ja. Dus in bediening. Oké. Okay. Ja. Te komen bij uw passie, waar de meeste mensen u eigenlijk kennen. Ik denk, nu kent men veel meer van u. Ja. Maar als ik gezegd dat ik niet wilde zeggen, maar oké. Okay. Nou, dat moet hier zijn. maar als we het hebben over roundness, denk direct aan... fotografie. Uh-huh. Van waar de passie eigenlijk om te beginnen aan fotografie? Ja, fotografie is eigenlijk echt een uit de hand gelopen hobby. Als je me dus toen ik nog hier op school zat, had gevraagd van, hey Raoul, je gaat fotograaf worden? Nou, dan ga ik zeggen, boy, ik had echt helemaal niks met fotografie. Sterker nog, ik denk dat misschien zelfs een stukje minacht. Nee, ik niet, maar ik denk dat veel mensen denken, ik ben maar fotograaf. Maar ik hield altijd van gadgets. En zo kocht ik, coole electronics. Gewoon echt van al die elektronica, gewoon coole gadgets. En zo kocht ik ooit een keer mijn eerste digitale camera. Dat was in 2003 ergens. Er kwam digitale fotografie net op. Vroeger had je alleen maar rolletjes. Mm-hmm. En toen kreeg je eerste digitale camera. Die je moet draaien. Precies. En rolletje eruit halen. Ja, dat. Dus ik had toen mijn eerste digitale camera. En dat vond ik leuk om foto's te maken, gewoon voor de grap. En ik maakte wat van vriendinnetjes wat foto's. En een van die meiden die zei van, misschien moet je er wat meer mee gaan doen. Mm-hmm. Dacht ik, oké, dat zat niet helemaal in de planning. Maar toen ben ik aan de bibliotheek gegaan. Ik ben boeken gaan lezen. Ik ben gaan googlen. Weet je, want in mijn tijd, kijk, nu kan je alles op YouTube vinden. Maar in mijn tijd was het nog niet echt YouTube. Je had alleen maar gekke meme-filmpjes. Maar je had niet tutorials. Dus ik denk dat mensen die nu met fotografie zouden willen beginnen, makkelijker aan informatie kunnen komen. Mijn tijd moest ik het echt hebben van de bibliotheekboeken. En van een stukje Google. Dus ik ging googlen wat is sluitertijd en dat soort dingen. En zo ging dus informatie opzoeken. En ik had het geluk dat ik dus bij een callcenter werkte. En bij een callcenter werken meestal alleen maar vrouwen. En hoe je draait of keert, kijk, ik fotografeer iedereen is bij mij welkom. Maar hoe je draait of keert, een vrouw gaat eerder een fotoshoot doen dan een man. Een man gaat liever liever, dan dat hij geld gaat geven aan een fotoshoot. Dus ik kon heel makkelijk aan mensen komen die een fotoshoot willen. En zo is het voor mij heel erg gaan bevallen. Dus toen vond ik het erg leuk. Maar eigenlijk zag ik wel eens, ik vind dat ik fotografie eigenlijk niet eens zo heel leuk vind. Dat is een hele gevaarlijke uitspraak, want ik ben natuurlijk fotograaf. Maar ik vind het contact met de mensen heel erg leuk. En voor mij is fotografie een tool om tot die mensen toe te komen. En wat ik bedoel met, natuurlijk vind ik het wel leuk, maar je hebt collega's die hele dag met hun camera lopen, die in de bosjes kunnen liggen om een pingo te schieten, of mooie natuurfoto's te maken. Ja. Dat heb ik niet. Ik loop nooit naar mijn camera. En als je me uitnodigt op je feestje, kom ik niet met de camera. Je hebt altijd de oom ergens die altijd met zijn camera loopt. Ik ben niet die oom. Als je me uitnodigt, kom ik om te eten en te feesten en niet om foto's te maken. Oké. Als je grof zou moeten denken, grof hè, want ik weet dat u juist aan het niet kent. Hoeveel fotoshoots heeft u al gedaan? een heleboel. Ik denk dat ik gemiddeld... ja, precies. Ik denk dat ik gemiddeld... ik denk dat... Het is natuurlijk elk jaar anders. Mm-hmm. Maar laten we zeggen dat ik gemiddeld... Stel ik zo elke dag een fotoshoot heb. Laten we zeggen dat ik 300 fotoshoots in een jaar doe. Mm-hmm. En ik doe het nu al... 2003, is al bijna 20 jaar. Mm-hmm. Dan heb ik dus, hoeveel zeg ik dat is? 6, ja, 5, zeker 5000 fotoshoots heb ik zeker gedaan. Maar het zijn verschillende dingen. Hè. Je hebt natuurlijk, ik doe, als je zou zeggen, heb ik dan 5000 mensen geshoot? Nee, ik heb natuurlijk veel meer mensen, want al mensen komen samen. Maar ik doe natuurlijk ook wat ik zei, bruiloften en dergelijke. Maar ik heb echt heel veel foto's. Ik had een aantal jaar geleden mensen gaan tellen. En ik had al, voor mij boven de 5 miljoen foto's in mijn leven gemaakt. Dus ik heb echt heel veel foto's gemaakt. Ik zou niet weten hoeveel ik nu heb, maar ik heb echt heel veel foto's gemaakt. Ja. Oké. Bij het maken van foto's, u zegt het zelf, u bent eigenlijk begonnen om de dames te fotoshooten bij de callcenter. Dus ik zou eens nemen dat uw eerste geklikte foto ever was. Of een van die vriendinnetjes eigenlijk. Ja. Hè? Maar oké, maar dat is officieel dat mensen hem gingen betalen, was de callcenter. Klopt. Was de callcenter. Ja. Oké. Wat vindt u bij fotografie het moeilijkst om te fotograferen? Leukste voor u? Als het geen mensen zijn. Als het geen mensen zijn. Ja, want ik ben echt een mensenfotograaf. Mm-hmm. Ik wil echt connectie maken met de mensen. Maar als ik echt een onderwerp wat ik moeilijk vind...
Wat zou ik moeilijk vinden? Ik denk dingen met heel veel reflecties misschien. Dus glimmende dingen. Mm-hmm. Ik denk dat dat moeilijk is. Nee, too much glitter. Nee, niet glitter. Nee, iemand met glitter vind ik geweldig. Nee, maar laten we zeggen, je zou een ronde metalen bal moeten fotograferen. Want kijk, fotografie is licht. Discoballs. Ja, nou ja, niet eens in een disco, maar daar is het effect van die lichtjes wel belangrijk. Je wordt tegenslagen en dan heb je... Nou, kijk, je hebt natuurlijk, fotografie is licht. En in de reflectie zie je, je moet die bal belichten. Maar je hebt allemaal reflecties in die bal, weet je. Dus je gaat al die lampen zien. Dus ik denk dat, weet je, ook met brillen, soms met brillen op de foto. Je ziet die lampen, je kan wel een andere hoek nemen, dat je die reflectie niet ziet. Maar je wil die persoon natuurlijk ook mooi belichten. Dus dan moet je compromis sluiten. Wil je die persoon goed belichten? Ja. Maar dan zie je een reflectie, of wil je juist, weet je. Dus het zijn dat soort dingen. Dus ik denk... Laten we het voor nu, ik kom misschien al een keer op terug, maar laten we het voor nu houden op reflecterende dingen. Mm-hmm. En u zegt zelf, u bent zelfstudie gaan doen om fotografie eigenlijk te leren. Mm-hmm. Maar heden ten dagen hoe u groeit erin en nog natuurlijk verder gaat, is er eigenlijk een denkwijze ergens van misschien moet ik het gaan studeren om verder erin te gaan? Jazeker. Ik heb wel eens over nagedacht om een opleiding fotografie te doen. Ik ben dus ook langs geweest, al meerdere keren. Ik ben één keer geweest en toen had ik het idee dat als ik die opleiding zou doen, dat ik mijn creativiteit kwijt zou raken. Mm-hmm. Omdat je dan leert om in bepaalde hokjes te denken. Dus toen heb ik het maar gelaten. Ik ben een paar, net voor corona, toen had ik het weer overwogen. Toen ben ik dus langs geweest, omdat ik vond... Kijk, ik ben een echte fotograaf die... Ik vind het gewoon leuk om mensen blij te maken met mooie foto's. Mm-hmm. Ik benader de fotografie niet met een... Soms zeggen mensen wel van... Ja, ik kan zien dat je de ware ziel... Je hebt echt die persoon vastgelegd. Ik denk, nee, ik wil gewoon een mooie foto maken. Mm-hmm. Maar sommige mensen kunnen echt een bepaald gevoel. En dat vind ik heel knap. Maar ik benader de fotografie niet zo. Maar stel ervoor dat ik zo'n klant heb. En die zegt, Raoul, ik wil eigenlijk een foto hebben... waarbij je verdriet ziet... Maar ook verliefdheid en dat soort dingen, weet je, dus echt emotie. Mm-hmm. Dan loop ik vast, want ik heb dus niet die achtergrond. En toen dacht ik, misschien moet ik wel een kunstopleiding gaan doen. Weet je, want ik kom uit een hele exacte richting. Weet je, ik heb natuurkunde, technische natuurkunde gedaan. Terwijl kunst is natuurlijk weer een hele andere richting. En toen dacht ik, weet je, om weer toch meer affiniteit te hebben met... Of tenminste, toch meer connectie. Toen dacht ik, heb ik dat even overwogen. Alleen, toen is het weer in de koelkast gestoken, in de ijskast gestoken. Omdat ik denk dat COVID kwam, maar ook omdat... Ik heb het gewoon heel erg druk met opdrachten. Mm-hmm. Wat ik mezelf over het wel dwing... Ik dwing mezelf om wel minimaal 2 keer per jaar ergens een workshop te volgen. Omdat van stilzitten kom je niet vooruit. En ik vind, weet je, je moet wel... En ook al ga ik een workshop volgen ergens en leer ik niks nieuws... Dan word ik wel geïnspireerd. Weet je, want dan kan ik altijd zeggen: zo graag leef je eigenlijk heel erg in een eilandje. Hè? Want je bent alleen, je hebt geen collega's om je heen. Dus je moet alles zelf, je hebt alleen je klanten, maar je krijgt geen feedback van, weet je, van collega's of iets dergelijks. En daarom wil ik dus als ik dus aan een collega ga en ik ga een workshop houden en die doet bijvoorbeeld die lamp zo, dan denk ik: dat is ook mooi. Weet je, dat heb ik misschien niet geleerd, want ik weet wel hoe je die foto belichten. Dus ik heb niet een nieuwe techniek geleerd. Maar ik ben wel geïnspireerd om bijvoorbeeld op een andere manier iets te benaderen. Dus daarom wil ik wel echt mezelf echt zeker 2 keer per jaar gewoon investeren. Weet je, dat zou ik ook echt iedereen zeggen. Weet je, als je bijvoorbeeld al een bepaalde... maar ik denk dat je in verschillende branches hebt. Als je bijvoorbeeld ook als je arts bent geworden, dan moet je ook bijscholen. Weet je? Dus constant. Je moet constant bijscholen. Je bent nooit volledig gestudeerd. Nee, precies. Weet je? Geen enkel richting. Nee, geen enkel richting. Dus daarom vind ik ook, ik zou dat tegen iedereen zeggen in elke branche. Weet je, blijf jezelf ontwikkelen. Blijf jezelf uitdagen. En dus dat. Oké. En als we het hebben over internationale prestaties. Mm-hmm. Waar heeft u allemaal mogen shooten? Kijk, het fysiek fotograferen heb ik naast Nederland en Suriname heb ik in Amerika heb ik gefotografeerd. Op Curaçao. In België. In verschillende landen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel misschien ook, ik denk leuker is om te melden, is dat ik, want fotograferen kan je eigenlijk overal als je maar een camera hebt. Weet je, als je op vakantie bent, kan je ook gaan foto's maken, kan je ook hele mooie foto's maken. Maar ik heb ook wel al diverse wedstrijden meegedaan. En daar heb ik wel het geluk gehad, dus dat ik in, eigenlijk over de hele wereld dus verschillende prijzen heb gewonnen. Dus
ja, noem het maar, in Finland, in China, in India, maar ook in Amerika. Dus daar heb ik leuke prijzen mogen winnen voor mijn foto's. En dat geeft me wel een beetje een mooie waardering. Want wat ik al zei, als fotograaf, je bent in je eentje. Je weet niet of je foto's goed zijn. En ik noem het eigenlijk het idols effect wat je krijgt met foto's. Of weet je, als je talentenshows op tv krijgt. Dan zie je altijd mensen die meedoen aan die show die eigenlijk niet het talent hebben. Yeah. Maar dat komt omdat je hele omgeving tegen mensen die eigenlijk geen verstand hebben, zeggen van wauw. Je kan goed zingen, of je kan goed dansen, of je kan mooie foto's maken. Maar het is mooi als je bijvoorbeeld naar zo'n wedstrijd meedoet en je krijgt dus een prijs. Ja. Ja, dan denk je van oké, ik ben toch wel goed bezig. Mm-hmm. Weet je? En ik zeg niet dat die mensen die zulke dingen zeggen, je maakt mooie foto's, geen verstand hebben. Ik bedoel, ik waardeer het. Natuurlijk, I appreciate it. Maar het is ook mooi als iemand met vakkennis het ook kan waarderen. Ja, dat precies. Dat ook meekrijgt. En als we het hebben over de boeken die hier op tafel zijn, is Suriname bekend? Dan zou ik een klein beetje kunnen vertellen daarover. Jazeker. Het zijn twee boeken die ik een paar jaar geleden op de markt heb gebracht. Ik vond, toen ik in Suriname, toen ik in Nederland ging wonen, vond ik dat er heel veel Surinamers heel goed bezig waren, maar dat het eigenlijk niet zo zichtbaar was. Mm-hmm. En dan zichtbaar voor de Nederlander, maar ook zichtbaar eigenlijk voor elkaar. En een mooi voorbeeld vind ik altijd. Ik weet niet hoe het nu zit, maar vind ik Umberto Tan. Ik weet niet of jullie Umberto Tan kennen. Umberto Tan, ja, die ken je wel. Mm-hmm. Maar er zijn veel mensen die hem niet kennen. En Umberto Tan is in Nederland, is hij echt, iedereen kent hem. Je kan elke Nederlander vragen. Er is geen één persoon, ik durf echt een weddenschap af te sluiten, die gaat zeggen, wie is Umberto? Iedereen kent Umberto. Maar als je in Suriname gaat vragen, ken je Umberto? Dan zijn er heel veel mensen die zeggen, wie is dat? Terwijl weet je, hij echt groot is in Nederland. En terwijl hij gewoon een Surinamer is, weet je, een echte Sranamang. Maar ook hier, je hebt ook hier heel veel artiesten die het heel erg geweldig doen, maar dat de mensen, de Surinamers in Nederland of in andere landen, het helemaal niet weten. En toen dacht ik van nee, dit wil ik, daar wil ik verandering in brengen. Ik wil dus dat zichtbaar maken. En zo heb ik dus 75, in elk boek staan er 75 mensen, heb ik bij elkaar gebracht. En ik heb een mix gemaakt van mensen die, de mensen die je bijvoorbeeld kent. Denk aan bijvoorbeeld Roué Verveer, of een Henk van Vliet, of een Cynthia McLeod. Weet je, de bekendere namen. Maar ik heb ook Verborgen Parels bijvoorbeeld geportretteerd en geïnterviewd. En dan kan je bijvoorbeeld denken, dat zijn Verborgen Parels zijn dus mensen waar je in eerste instantie nog nooit van hebt gehoord. Maar als je een cv leest, dan denk je, hé! Wauw, zo heb ik bijvoorbeeld Giorgio Tuinfort, die is music producer. Mm-hmm. En die heeft muziek gemaakt voor Michael Jackson, Whitney Houston, Gwen Stefani, Justin Bieber. Je hebt Monique Mannen, zij is een danser en een actrice. En ze heeft gespeeld in Coming to America van Eddie Murphy. Dan denk je, hè, gewoon met Eddie Murphy samen gespeeld. Gewoon een Srana Uma. Weet je, en je hebt ook de Super Bowl bijvoorbeeld, dat is heel groot in Amerika. Elke zingende artiest wilde op de Super Bowl optreden. Dus heel Amerika kijkt naar de Super Bowl. En dat is een Suriname die dus twee keer de Super Bowl gewonnen heeft. Weet je, Harold Hasselbach. Dus je hebt eigenlijk, en al die mensen dus ben ik dus allemaal gaan fotograferen en interviewen. En wat ik dus mooi vond is, ik wilde gewoon echt laten zien dat Surinamers, we zijn een heel klein land. Ja, we zijn natuurlijk grote oppervlakken, gewoon vier keer groter dan Nederland. Maar we hebben maar 400.000 inwoners. Maar als je kijkt wat we dus op nationaal en internationaal vlak presteren, op zo verschillende vlakken, op entertainment vlak, maar ook op sport en op zoveel dingen. We zijn echt een getalenteerd volk. Weet je? Als ik het wel eens vergelijk met andere landen, en ik gaf in het begin van het interview aan, kijk, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal evenveel waard. Iemand is niet meer waard dan de ander. Mm-hmm. Maar ik vind toch dat we als relatief klein land, als je kijkt naar andere landen die met een vergelijkbaar aantal inwoners, dat wij echt internationaal echt wel, kijk maar naar de kickboxers, kijk maar naar de voetballers, maar ook wat die namen die ik net noemde, we zijn echt heel tof dingen. En dat wil ik dus met die boeken doen. Oké. Ja. En als men zo'n boek wil kopen, natuurlijk om te lezen, of je noemt het maar op, waar kan men heen? Omdat ik natuurlijk in Holland woon, weet ik dus niet wat de huidige status is. Want als het goed is, ligt het bij de goed gesorteerde boekhandels. Hier? En ik denk dat misschien wat Reditex nog heeft. Maar het is gewoon te koop, het is ook op Sanderij. Weet ik sowieso op Sanderij, want als ik elke keer als ik hier ga kijken, daar zijn ze sowieso. Maar altijd aan sturen een berichtje. We hebben ze gewoon, ik heb ze gewoon in Suriname. Weet je, en het voordeel is als je dan via mij. Natuurlijk gaat bij de boekhandel halen, dus ik wil de boekhandel niet afdingen. Maar als je die kan ook bij mij halen, kan ik het voor je signeren. Bijvoorbeeld kan ik een leuk tekstje voor je schrijven. Ja. Maar het is echt een boek. Weet je, het is niet omdat ik het heb gemaakt, maar ik vind echt. Weet je, ik wilde ook een inspiratie achterlaten voor de jeugd. Weet je, want ik vind dat. Zeker in Nederland, we zien alleen maar witte mensen op tv, weet je, en of niet alleen maar vooral witte, ik moet het beter zeggen, we zien vooral de witte mensen en ik wilde eigenlijk onze mensen laten zien dat de kinderen
dat niet omdat je uit een bepaalde wijk komt, dat je eigenlijk gewoon, weet je, dat je toch gewoon toffe dingen kan bereiken. Het is eigenlijk de American Dream, hè. De American Dream zegt dat iedereen dus president kan worden. En dat wil ik dus eigenlijk ook met de Suriname. Ongeacht jouw achtergrond, ongeacht je dingen, als je je gewoon inzet en met de juiste instelling. Mm-hmm. Natuurlijk moet je een beetje hulp krijgen, zoals misschien financiële middelen, maar ook andere soort hulp. Maar zolang je ervoor blijft strijden en vechten, mm-hmm. weet je, kijk, je komt er wel. Kijk, een voorbeeld die ik wil aanhalen is Milaika Tuinvoort. Hier geboren en opgegroeid, ze zit in een rolstoel. En ze was heel goed in het benchpressen. En ze woont in Suriname. En wilde heel graag de Olympische Spelen. Er waren geen middelen, het lukte niet, bla bla. Nou, ze heeft niet opgegeven, ze is toen naar Nederland te gaan. Nederland heeft het met open armen ontvangen. En toen heeft ze dus brons gewonnen op de Olympische Spelen, mm-hmm. de Paralympische Spelen. Weet je, had ze dus opgegeven. Precies. En snap je? En dan zit in de rolstoel, hè? Dan ben je al snel geneigd van, oh, weet je. Ja, er is geen hoop meer. Er is geen hoop meer, weet je. Ja. Nee, gewoon blijven fighten, blijven struggelen. Mm-hmm. En dat doe ik echt iedereen mee. Don't give up, weet je, blijf altijd Oké. Okay. Als we het hebben over fotografie, u fotografeert natuurlijk, de editingwerk daarachter, de shootingtijden. Wat is het lastige dat u vindt van klanten? Oh, ik dacht het lastige van alles. Nee, het als, je, als van dat klanten. Het was, dan zou ik zeggen editing. Ik hou, niet van, ik hou niet van photoshoppen. Maar teruggaan, lastig van klanten. Wanneer krijg je die foto's? Nee, want die van mensen krijgen de foto's meteen mee. Yeah. Ja, ik ben echt een hele aparte fotograaf. En bij mij, de fotoshoots duren relatief lang. In Suriname ietsje korter, maar okay. In Nederland duurt een fotoshoot 3 tot 4 uur. Oh, oké. Okay. Ja, dus mm-hmm. ik ben niet van, weet je, niet van een half uurtje, 10 minuten, mm-hmm. uurtje. Nee, ik neem even tijd voor de foto's. Suriname kan, omdat ik weinig tijd heb, duurt ze ietsje korter. Dan is het 2, 3 uurtjes. Mm-hmm. Maar goed, dus de mensen krijgen de foto's meteen mee. In de tijd dat de mensen omkleden, bewerk ik ook meteen foto's. Dus de mensen krijgen en de onbewerkte en de bewerkte foto's krijgen ze meteen mee. Dus in principe, als een klant weer op de fotoshoot is geweest, hij gaat de deur uit, ben ik eigenlijk klaar. Ik mm-hmm. heb geleverd wat ik wilde leveren, alle foto's en de bewerkte foto's. Ik heb eigenlijk mm-hmm. al geleverd. Wat vind ik het lastigste? Wat zijn van klanten? Dus, wat het lastigste van klanten. Waarbij je dacht van, meegotter. Ik vind eigenlijk niks, omdat ik, weet je, I don't judge. Ik word nergens van verrast. Maar ik vind sommige dingen wel leuk om te zien. Soms kunnen mensen heel erg onzeker binnen. Ja. En dan onzeker is, dat maakt helemaal niet uit. Maar dan gaat die onzekerheid zich soms uiten in. Ik zeg ook altijd bijvoorbeeld hoe mooier ze zijn, hoe vervelender ze zijn. Yeah. Weet je, vooral die mooie. En ik vind iedereen zijn schoonheid, hè? Mm-hmm. Dus laat me dat even vooral voorop stellen. Maar het zijn vooral mensen die eigenlijk, als je kijkt naar de sociaal-maatschappelijke ladder, niks zouden moeten klagen over hun uiterlijk. Die vinden net, weet je, oh, mijn haar zit hier of dat, of ik vind die foto. Mm-hmm. Maar dan denk je, wat is gewoon een prachtige foto. Maar goed, lastige klanten. Ik doe het al zo lang. I can handle everything, denk ik. Ik probeer altijd naar een oplossing. Weet je, we komen er wel uit. En ik kan niet zeggen. Dat er iets is. Nee, als ik iets echt zou moeten noemen, dan zou het iets zijn als mensen misschien mijn werk niet waarderen. Weet je, dat ik. Misschien dat. Maar ook dat maak ik. Stel je ooit een fotoshoot gehad waarbij u dacht van. Zij vinden het mooi, maar u dacht van. Ik kon het wel beter doen. Soms zijn er wel dingetjes die soms spelen, right? Kijk, 1, je geeft je foto weg of je maakt de foto's, mm-hmm. dat is 1 van de dingen. Maar soms heb je echt die ene dag dat gewoon niet je dag is. Maar de mensen vinden je foto's wel leuk. Maar dan dacht je van, dit is niet mijn werk. Heeft ooit zo'n dag gehad? Nee, kijk, je hebt natuurlijk niet elke dag hetzelfde. Je zal natuurlijk een keer een off day hebben. Maar dan lever ik misschien geen 10, maar dan lever ik een 8. Yeah. Maar het is nog steeds goed genoeg. Dus, correctie. Trek dat terug, neem het terug. Het is niet goed genoeg, want je wil altijd voor die 10 gaan. Yeah. Maar die klant is wel heel erg blij. Mm-hmm. Dus, en uiteindelijk is mijn doel. Ik zeg ook altijd, ik maak foto's niet voor mezelf. Ik maak foto's voor klanten. Weet je, ik maak niet foto's voor andere fotografen of whatever. Ik maak foto's voor de klant en natuurlijk een beetje voor mezelf. Het zou leuk zijn als ik een portfolio materiaal heb kan halen. Maar uiteindelijk vooral, ik wil gewoon mensen blij maken met de mooie foto's. Ja. Als mijn doel bereiken is, ik heb mensen blij kunnen maken met de mooie foto's. Dan maakt het niet uit wat ik ervan vind. Ik probeer altijd zo neutraal mogelijk te zijn als mensen. Soms krijg ik de vraag, welke schoen staat mooier? Of welke jasvestje staat mooier? Ik zeg altijd, weet je, ik probeer zo neutraal. Ik vind dat jij de keuze, want het is jouw smaak. Mm-hmm. Maar als ze me echt willen zeggen, dan zou ik misschien wel zeggen van, hey, weet je, als ik het was, zou ik bijvoorbeeld daarvoor kiezen. Maar het is niet dat ik, daarvan moet houden. Mm-hmm. Dus,
Nee. Nou, okay. Ja. Als je zelf in een marge zou moeten plaatsen, mm-hmm. want je houdt ervan om mensen te fotograferen. En mensen te fotograferen heb je verschillende dingetjes die zo'n spelen. A birthday shoot, mm-hmm. or like a baby, mm-hmm. of a maternity shoot. Wat zou je zeggen van ik ben het best daarin? Ik weet, moeilijke vraag. Ja. Ik kan beter antwoorden wat vind ik het leukst om te doen. Het leukst vind ik gewoon mensen. Dus gewoon normaal. Nee, dat moet goed zijn. Ik ga weer gekke dingen zeggen. Dus laten we zeggen, als jij een fotoshoot zou willen, dat zijn de dingen die ik het leukst vind. Gewoon mensen die gewoon leuke foto's willen. De markt wil nu dat ik heel veel maternity shoots doe, heel veel zwangerschapsshoots, heel veel kindershoots. Vind ik ook leuk, maar dat is wat de markt wil. Maar het liefst doe ik gewoon portretten, gewoon mensen die leuke foto's mm-hmm. willen. Dus modeling shoots, modellenfoto's. Dat is wel echt waar mijn hart ligt, omdat ik daar echt mijn creativiteit kwijt kan. Yeah. Niet dat je dat niet kwijt kan bij een zwangerschapsshoot, natuurlijk, maar uiteindelijk willen mensen gewoon een mooie foto van hun buik. Kijk, yeah. Een zwangerschap kan niet gaan zeggen, ga op je hoofd staan en doe een beetje gekke dingen. Weet je? Terwijl bij die modeling shoots, dan kan je dat dus wel doen. Maar wat was je oorspronkelijke vraag? Want ik zeg wat ik het leukste heb. Wat ik het beste doe. Hè? Ik kan dat moeilijk van mezelf zeggen. Maar ik denk dat veel mensen van mijn zwangerschapsfoto's houden. Ik denk dat daar... dat de mensen van mijn stijl houden. Ik denk een combinatie van... ik denk dat het echt... Dat vind ik wel het mooie van wat ik doe. Ik ben een alleseter. Dus, en dat houdt me denk ik ook op de been. Stel ik zou alleen maar zwangerschapsshoots doen, dan zou ik denk ik gaan vervelen. Omdat ik elke dag wat anders heb. Bijvoorbeeld, ik heb vandaag 3 fotosessies. Ik begin gewoon met een zwangerschapsshoot. Dan heb ik volgens mij een meisje van 15 of zo die dan leuke foto's kon maken. Maar vanavond heb ik gewoon weer een zwangerschapsshoot. En dan heb ik morgen misschien een kindershoot. Weet je? Dus het is elke keer wat anders. Yeah. En ik heb ook een love shoot bijvoorbeeld. Dus het is, en die diversiteit, dat vind ik heel erg leuk. Als elke keer hetzelfde zou zijn, dan zou ik echt gaan voetballen. Ja. Precies. Oké. Wat zou u uw beste prestatie noemen tot nu toe? Ik vind het moeilijk om daarover te praten, om dat te zeggen van wat is mijn beste prestatie. Maar als ik wat dingen zou mogen noemen van wat me wel echt bijbleef, mm-hmm. is gebleven, is ik heb in 2008 geloof ik, heb ik ooit een keer meegedaan een fotowedstrijd hier in Suriname. Mm-hmm. En toen heb ik het geluk gehad om de eerste, de tweede, de derde en de vijfde prijs te winnen. En dat is wel heel bijzonder dat je dus in één wedstrijd gewoon eigenlijk niet alle prijzen, maar laten ze gewoon de 1, 2, 3, de podiumplekken gewoon wegneemt. En dat is denk ik wel een hele mooie prestatie. Als ik iets, weet je, als je het zo moet uitdrukken van dingen die je bereikt hebt. En anders zou ik zeggen, ik denk het maken van deze boeken. Als het niet op prijs gericht moet zijn. Maar dan denk ik dat ik deze boeken heb kunnen maken en kunnen geven aan de Surinamers in het bijzonder. En eigenlijk aan de hele wereld. Ja, ik denk dat het is. Oké. Dit programma is eigenlijk, we komen natuurlijk op onze laatste vraag. Mm-hmm. Dit programma is eigenlijk voor jongeren om hun te motiveren. Omdat ik gewoon persoonlijk vind is dat de jongeren de motivatie bij hun blijft dalen. Ze mm-hmm. zijn niet meer gemotiveerd omdat heel veel dingen klaarspelen. Als u een boodschap voor ze heeft, wat zou uw boodschap zijn voor de jongeren van tegenwoordig? Ja, ik zou zeggen, blijf gewoon toch ervoor strijden. Laat je niet uit het veld slaan. Want weet je wat het is? Nu kan je denken van het zit tegen en libatorie, ik wil niet. Maar over zoveel jaar, als je dus zoveel jaren verder bent, dan ga je toch... dan ga je terugkijken en dan ga je achteraf spijt hebben van had ik maar toch die investering gedaan om toch de dingen te... Ja, dus het is een hele moeilijke vraag, want ik kan me voorstellen als jongere, ik denk dat ik dat zelf ook heb gehad, dat je dacht van ja, wat moet ik nu? Ik heb alleen maar tegenslagen, wat wil ik worden? Want je moet zoveel keuzes, je bent jong, je moet zoveel keuzes maken, je hormonen spelen mee, je moet dingen, opeens moet je misschien een huis kopen, also no day, money no day. Ik denk dat je gewoon, ga voor je doelen, ik denk dat je gewoon bepaalde doelen in je hoofd moet zetten, wat je allemaal wil bereiken, en doe het once at a time, weet je, stap voor stap, ga ervoor, laat je uit het veld slaan, en hey, het leven is vallen en opstaan, je kon toch ook niet in één keer fietsen, je kon ook niet in één keer lopen. Weet je, laat je niet uit het veld slaan. Je gaat er komen. Dus blijf ervoor strijden. Nou, dankjewel. Ja. En ik zal zeggen heel veel succes verder. En hopen om meerdere fotoshoots te zien op je social media kanalen. Ja, nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Goede vragen gesteld. Je hebt me echt even af en toe uit het veld geslagen. Dus dankjewel. Thank you.
Wij zijn aan het einde gekomen van ons TBM-programma Zeg Het Maar. U heeft het allemaal van meneer Raoul mogen horen hoe hij zijn hobby tot passie heeft ontwikkeld. En natuurlijk heeft hij ten dagen boeken kan neerpennen om welbekenden te belichten zodat wij veel meer weten over hun. U heeft het ook van meneer Raoul mogen horen wat hij allemaal leuk vindt. Want ik denk, wij kennen hem allemaal gewoon als fotograaf. Maar in dit interview heeft hij veel meer van hun mogen horen. Luisteraars en kijkers, u heeft het gehoord in zijn boodschap. Geef de hoop niet op, want het is vallen en opstaan. Als het is dat u uw talent wil ontwikkelen, laat niets en niemand u stoppen. Maar ga ervoor. Mijn naam is Shanita Bagwandin, uw presentatrice geweest voor deze aflevering. En ik zie jullie tot de volgende keer.